Florian Vermeers, 17e overwinning vandaag. Dit is wel de mooiste, denk ik. Ja, het is de mooiste van het hele seizoen. Het kon vandaag niet beter. Je hebt al 3 titels op je palmarès staan. 2 bij de aspiranten en 1 bij de tweedejaars nieuwelingen. Wat was de moeilijkste? Oh, de moeilijkste was toch deze vandaag. Alhoewel die bij de aspiranten op de weg was ook wel een moeilijke, maar ik denk dat deze toch de zwaarste en dan ook de mooiste van de 3 was. Je bent, of je was de uitgesproken favoriet voor vandaag. Is dat moeilijk om die last te dragen dan? Oh ja, het is wel altijd iets meer druk dan normaal, maar dat is ook niet onlogisch, want ik had al veel overwinningen. En dan weten al op voorhand dat ze je tot topfavoriet gaan bombarderen. Maar ik kan dat allemaal redelijk goed relativeren en ik kan rustig blijven op zo'n moment. Dat is wel ook mijn sterkte, denk ik. Want elk parcours kun je eigenlijk aan. Het speelt geen rol of het nu een snel of een modderomloop zoals deze is. Nee, klopt. Maar als de conditie goed is, kunnen normaal alle parcours zijn. En wie had je het meeste schrik vandaag? Schrik is niet echt het goede woord, maar ik wist dat Arno mijn voornaamste concurrent ging zijn. Omdat zo'n parcours, dat ligt hem ook. Dat kan hij ook heel goed. En ik wist wel dat op voorhand dat ik met hem rekening ging moeten houden. Maar de studies komen voor het moment voor jou nog op de eerste plaats? Ja, klopt. Studies is nog altijd belangrijker dan het veldrijden. Maar natuurlijk, het veldrijden op zich is ook super belangrijk in mijn leven. Nu nog genieten vandaag en dan het mooie seizoen nog afwerken met die mooie trui aan. Ja, ik ga proberen mijn trui nog zoveel mogelijk eer aan te doen. En er komen nog mooie crossen aan. En ik ga zo goed mogelijk mijn best proberen doen. En we zien dan wel. En nu even feesten? Feesten niet echt. Gewoon genieten. Dank je wel. Graag gedaan.